Mark, je hebt een interviewtje nog voor ons geregeld, begrijp ik? Ja, Kai Mullen. Dit zijn de meest vervelende dagen voor een Spartaan, denk ik. Ja, dat is heel vervelend. Als je twee keer in het seizoen van NEC verliest, dan kun je wel zeggen dat ik me wel een beetje schaam om straks de kantine in te komen. Ja, het wordt geen gezelligheid straks. Dat hadden we misschien anders gehoopt sowieso, maar ook anders verwacht, denk ik. Ja, dat had ik liever anders gezien, maar het is nou eenmaal zo. En ja, ik denk dat in de wedstrijd gewoon veel vellen zijn. En alle tweede ballen wonnen hun. En ja, we gingen niet de strijd aan met hun. En dan weet je dat je zulke wedstrijd gewoon heel moeilijk krijgt. Een pijnlijke conclusie. Dat is heel pijnlijk, ja. Ik denk dat na de 1-0 al een beetje een breekpuntje is. En dan ja, ga ik nog overleggen met Crux en Rijnvis om eventueel in de spits te gaan lopen. En we waren ook over eens. Dus dan ga je naar een kleine 70 minuten ga je in de spits lopen om wat te forceren. Redelijk gevaarlijk geworden, maar ook eigenlijk weinig kunnen creëren. Ja, je hebt toch wel wat kansjes gehad, ook voor rust nog. Ja, heel officieel moet je natuurlijk gewoon 1-0 voorstaan met een kans van Frank in de eerste helft. En Joost kreeg nog een goede kans, dus eigenlijk kan je 1-0 voor moeten staan. Maar ja, hoe je de tweede helft begint is gewoon duidelijk over een beetje over hoe het seizoen helemaal gaat. Een beetje wisselvallig. Dat is een dikke streep door de rekening dit voor plek 4. Ja, nou, mijn mening was dat we daar nooit hadden moeten naar kijken. We moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd kijken. En dan de laatste paar wedstrijden hadden we moeten kijken wat er te halen viel. En nu is het wel duidelijk dat wij in ieder geval niks meer bovenin mee kunnen draaien. Dat zeg je met nog 6 wedstrijden te gaan? Ja, het is wel pijnlijk. Maar ik ben van mening als je LSC uit niet wint. En hier tegen NEC, met alle respect voor NEC, dat ook onderin meespeelt. Als je zulke wedstrijden niet wint, dan moet je helemaal niet naar boven kijken. Nou, dankjewel voor je tijd en succes in de kantine zo. Goedemiddag. Met de trainer van NEC, de winnende trainer. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. Je kan je geluk niet op, hè Jurgen? Nee, ja, dat zijn de wedstrijden. Kijk, we spelen voor de competitie. We hebben die punten heel hard nodig. Maar dan voor de tweede keer pakken die 3 punten tegen Sparta, dat is wel heel zoet. Was het ook verdiend dat jullie vandaag wonnen? Nou, ik denk, kijk, de wedstrijd die gaat best wel gelijk op. Ik kan niet zeggen dat één ploeg echt beter was dan de ander. Maar zeg maar, als ik dan naar mijn team kijk, dan hadden we een plan om het 3-5-2 van Sparta te bespelen. Met die brede zijkant en die 3 centrale verdedigers. Wij verbeelden ons dat de ruimte ligt in de rug van 5 en 15. Rechts en links. En ja, dat dan op één moment echt uitkomt. En dat we daar die wedstrijd dicht schieten is geweldig. Vervolgens spelen we goed georganiseerd. Meedogenloos achterin. Groot compliment aan mijn verdedigend centrum. En aan Rinke Rozema daarvoor. Abdel Shakaoui die goed tussen de linies inspeelt. Constant aanspeelbaar is. Ja, ik ben heel trots. Ja, iedereen was goed bij jullie vandaag, hè? Ja, nou iedereen. Als wij in de basis gewoon brengen wat we moeten brengen, strijd en onverzettelijkheid, dan kunnen we ook goed voetballen en dan kunnen we ook van de betere ploegen winnen. Ja, is dit een mooie opstap naar een hogere klassering? Want wat je zegt, jullie staan er niet goed voor. Komt ook omdat je een paar wedstrijden minder hebt, maar je hebt de punten heel hard nodig, hè? Ja, we hebben de punten heel hard nodig. Dat wordt weer billen knijpen tot het eind van het seizoen. Dat is nou eenmaal onze plek. We hebben één groot doel voor ogen, ook een derde jaar hoofdklasse spelen. Ten koste van wie dan ook. En, van Bennekom? Ja, helaas. Kijk, uiteraard, ik hoop dat Bennekom erin blijft. Maar op dit moment ben ik trainer en sportman vooral. En geloof me, ik heb maar één doel en dat is niet eruit gaan uit deze klasse. Het feest was na afloop was groot, hè, op het veld. Ja, ik denk dat dat nog maar het begin is. Ik vrees dat de deuren richting Sparta weer open gaan in de kantine. Heel veel plezier, gefeliciteerd. Dankjewel. De matchwinner komt met een groen flesje. Ik zal het merk niet noemen. Maar goed, geen 7-up, hè? Nee, zeker niet. Een klein schuimlaagje erop. Ja. Smaakt lekker, denk ik. Ja, absoluut. Ja, mooie overwinning. Ja, matchwinner. Ja, ook lekker. Eerste goal in geel-blauw. Werd ook al een keer tijd. En dan in zo'n wedstrijd mag, dat is helemaal lekker. Ja, wat was het voor wedstrijd? Slecht, denk ik. Vooral eerst zelf was echt heel slecht. Een balbezit, allebei de partijen. Misschien allebei hadden hier zoiets van rustig beginnen. Geen goal tegenkrijgen in ieder geval. Vanuit gesloten organisatie. En dan kijken wat we kunnen creëren. Maar beide teams kwamen niet tot creëren van kansen. Ja, zij hadden denk ik één scrimmage voor de goal bij ons. Maar schiet ze dan naast.
Tweede helft. Denk dat je wel een betere wedstrijd krijgt van beide partijen. Misschien iets opener. Allebei iets meer drang naar voren toe. Ah, krijg je iets beter voetbal. Maar ook nog niet denderend, denk ik. Ik denk dat het publiek niet de grote winnaar is geweest vandaag. Maar de NEC-supporter wel, hoor, denk ik. Ja, zeker. Met de uitslag sowieso. Ja, nee, dat is super lekker natuurlijk. Maar qua veldspel was het niet denderend. Even naar je goal. Je snoepte hem af van de verdediger van Sparta Nijkerk. Zat je er op de azen? Ja, ik zag hem. Hij werd aangespeeld van hun rechtsback. Volgens mij ging hij naar de linkercentrale. Ja, en het veld is niet super lekker. Ja, wij weten dat een beetje omdat we hier gewoon ook op de normaal gras trainen. En ik dacht van, nou, die heeft wel een paar aannames nodig om even goed te leggen. Dus ik zat wel op de aas en ik had geluk dat dit ook uitkwam eigenlijk. Ja, je bleef ijzig kalm voor de keeper. Ja, ja, dit keer wel. Ja. Het is niet mijn sterkste punt 1-1 met de keeper. Maar ik dacht dat hij helemaal uit ging komen. Op een gegeven moment bleef hij staan en toen was Korthoek eigenlijk open. Ja, toen was het gewoon rustig in tik eigenlijk. Ja, en daarna niet rustig naar de cornervlag rennen? Nee, ja, nee, ja, voor mezelf... Ik denk dat het eerste seizoen zelf niet mijn beste seizoen zelf van mijn leven is geweest. En ik denk dat het nu na een blessure weer terugkom. En super lekker om in zo'n wedstrijd te scoren natuurlijk. Ja, daar valt er wel een beetje ontlading over je heen. Ja, hoe was de sfeer in de kleedkamer net? Ja, super. Lekker. Ja, gewoon juichen, blij. Sowieso voor deze wedstrijd. Het is een wedstrijd op zich natuurlijk, maar ook voor de ranglijst. Ik weet niet precies wat de uitslagen zijn, maar je doet in ieder geval goede zaken. Want Bennekom en Putten moeten tegen elkaar. Dus ook dat is gewoon lekker meegenomen vandaag. Naast het feit dat je gewoon deze derby twee keer in een jaar wint. Het levert je maar 3 punten op. Maar het leek wel een kampioensfeest na afloop op het veld. Ja, ja, zeker. Ontlading was wel redelijk aanwezig. Maar ik denk ook gewoon... in principe is NEC de kleinere club zeg maar van Nijkerk. En als je dan twee keer van de buren wint, dan smaakt het extra lekker. Ja, en ook nog de winnende goal maakt. Ja, avond kan niet meer stuk. Ik ga een leuk feestje bouwen in de kantine, ja. Veel plezier. Dankjewel.